Het keukentafelgesprek. Wat wordt er gevraagd? Als iemand zorg nodig heeft of aanvraagt bij de gemeente, komt er eerst iemand van de gemeente langs voor een gesprek. Dat noemen ze het keukentafelgesprek. Maar een goed en helder gesprek voeren met iemand met autisme is niet makkelijk. Er kan veel onbegrip ontstaan van twee kanten. Wat je hier ziet zijn leefgebieden van mensen, zoals wonen, de huishouding, contact met anderen, activiteiten, financiën. En gezondheid. Om een beter beeld te krijgen van mensen, stellen gemeenten vragen over deze leefgebieden. Wat voor vragen zijn dat? En hoe kan daarover onbegrip ontstaan? We legden het voor aan Jos Mensing. Hij is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij het Leo Kannerhuis in Amsterdam en kent heel goed de leefwereld van mensen met autisme. We gaan naar het leefgebied Wonen. Voelt u zich veilig op straat of in uw buurt? Voelt u zich veilig in uw huis? Bent u thuis op uw gemak? Hoe kunt u zich beter voelen? Ja, als ik nou iemand zou zijn met autisme, hè, en ik heb er heel erg veel ervaring mee, dan uh, zou ik op dit soort vragen eigenlijk al denken: uh, wat wordt er bedoeld met veiligheid? Hè? Uh, moet er een kinderslot op de deur of moet er een ander slot op de deur? Moeten de ramen beveiligd worden? Uh, moet ik mezelf veilig voelen? Uh, dus je kunt eigenlijk, zijn het vragen die eigenlijk geen context hebben? En uh, ik denk dat het heel belangrijk is. He, dat de mensen van de gemeente daarvan bewust zijn, maar dat je zelf ook leert om te zeggen, op het moment dat je het niet snapt, dat je meer uitleg vraagt. He, wat bedoelen ze dan met veiligheid en waarom vragen ze of, of ik me veilig in huis voel, terwijl ik twee uur thuis heb aanvraagd? Dus de hele context van zo'n vraag is vaak voor mensen met autisme heel erg moeilijk. Ja. Leefgebied huishouding. Gaat het opstaan en aankleden u makkelijk af? Kunt u alle huishoudelijke taken zelf doen? Kunt u de dagelijkse boodschappen zelf doen? Ja, dit soort vragen. stel dat ik iemand met autisme ben. dan zijn dit gewoon hele moeilijke vragen. omdat er veel woorden in zitten. die je op verschillende manieren kunt interpreteren. He, wanneer is iets nou te zwaar? He, waar kan ik dat aan meten? He, dat is een vraag die kan dagen door mijn hoofd spoken. terwijl ik eigenlijk niet weet wat ik daarop moet antwoorden. En uh, ja, of ik nou goed verzorgd ben of niet. Uh, dat weet ik niet. Als ik daarover na ga dan kom ik er gewoon niet meer uit. Dus eigenlijk uh, ja, zou ik bij dit soort vragen als advies aan de gemeente willen geven. He, maak ze veel explicieter he, of vraag het beter uit. En voor iemand met autisme zou ik zeggen, uh, neem het door met iemand anders en kijk wat er eigenlijk precies met deze vraag bedoeld wordt. Leefgebied contact met andere mensen. Heeft u contact met familieleden en met vrienden? Heeft u contacten in de straat of in de buurt? Hoe zien deze contacten eruit? Kunt u met vragen of hulp bij anderen terecht? Wilt u graag nieuwe mensen leren kennen? Dit zijn ook toch wel weer moeilijke vragen voor mensen met autisme. Want uh, iemand kan bij wijze van spreken één keer de twee of drie weken iets met iemand iets doen, hè, een activiteit doen, en kan daar heel tevreden mee zijn. En uh, dat is ook precies wat hij aan Terwijl iemand van de gemeente kan denken dat dat toch wel heel schraal en, uh, en weinig is. En hier ontstaat dan, dan weer het risico uh, dat je langs elkaar heen gaat praten. en iemand uh, van de gemeente neemt: hier moet iets mee gebeuren. terwijl je zelf dat eigenlijk helemaal niet wil. Dus dan moet je zelf gaan verdedigen. en uit gaan leggen uh, waarom voor jou zo'n activiteit één keer in drie weken. meer dan voldoende is. Leefgebied Activiteiten Bent u tevreden over uw daginvulling? Welke activiteiten doet u met andere mensen? Heeft u behoefte aan andere activiteiten of hobby's? Denkt u wel eens aan vrijwilligerswerk of aan betaalde arbeid? Nou, kijk, als u aan mij vraagt hè, of ik activiteiten buiten de deur wil doen of uh, dagbesteding wil hebben, dan zou ik dat zeker willen. Maar in het verleden heb ik toch wel heel veel lastige ervaringen gehad: hè, dat ik ergens niet functioneerde, dat mensen er niet tevreden over maken. Dus dat maakt me ook een beetje huiverig om op een vraag als dit ja te zeggen. Want ik weet niet precies waar ik ja op zeg. Ja, zeg ik, uh, gaat iemand, komt hij dan mij ondersteunen en me helpen naar de arbeidsmarkt? Wat is dat voor iemand? Uh, snapt hij iets over autisme of niet? Dus daar zitten voor mij heel veel onzekerheden in. En dan heb ik soms de neiging eerder om nee te zeggen, dat wil ik niet. Als dat ik zeg, ja, doe maar. Uh. Dus als iemand mij zoiets vraagt, is het ook heel erg belangrijk dat je het toch weer explicieter maakt wat dat betekent. Ja. Leefgebied gezondheid. Hoe is uw gezondheid op dit moment? Welke problemen heeft u met uw gezondheid? Vindt u het lastig om mensen te ontmoeten? Heeft u behoefte aan professionele hulp? Heeft u behoefte aan lotgenotencontact? Ja, kijk, als ik denk vanuit de gemeente, hè, dan uh, al praten met iemand met autisme, uh, kom je er wel achter dat die vaak niet zo goed weet hoe hij nou antwoord moet geven op zo'n vraag als dit. Stel dat ik iemand ben met autisme, dan uh, zou ik ook twijfelen, moet ik iets zeggen over, over mijn autisme? Uh, weet u er al wat van? Uh, ik ben snel moe, ik ben vaak snel overprikkeld. Uh, en als u nu doorgaat vragen, wat ik toch eigenlijk wel graag zou willen, omdat dan de vraag voor mij duidelijker wordt, betekent het tegelijkertijd dat ik veel te veel vragen binnenkrijg die allemaal door mijn hoofd gaan spelen. En dan weet ik op een gegeven moment niet meer wat ik moet antwoorden. En meestal wordt de andere daar ook een beetje zenuwachtig van. Dat merk ik bij u bijvoorbeeld nu ook bij wijze van spreken. En dan gaat u nog meer vragen en dan weet ik helemaal niet meer wat ik moet doen. En dan raak ik eigenlijk alleen maar verstreken af. Een goed en helder gesprek voeren met iemand met autisme is dus niet zo makkelijk. De basisvoorwaarde is dat je weet wat autisme is. Ten slotte hebben we nog een paar tips voor de gemeente. Stel heldere en eenduidige vragen. Check of de cliënt de vraag begrepen heeft. Geef iemand tijd en ruimte om te denken. Maak het gesprek niet te lang, dat levert stress op. Maak voor de cliënt een helder verslag. En we eindigen met een tip van Jos. De eerste tip is eigenlijk dat je moet proberen iemand bij je te hebben tijdens zo'n gesprek waar je vertrouwen hebt, die je goed kunt. En dat zou iemand van je familie kunnen zijn, of een van je ouders, of een hulpverlener waar je misschien bij betrokken bent, die je kan steunen of kan helpen om de vragen te vertalen naar je. En als je zelf de antwoorden niet meer weet of te gespannen wordt, dat iemand je kan helpen antwoorden te geven aan, de, aan degene van de gemeente.